dan. Verdikken, potverdikken, hè. Ik wist dat er iets zou mislopen, hè. Allee, wat moeten we nou doen? Wat moeten we nou doen? Allee, shh, onze Leo is aan het telefoneren, ze, hè. Kon het al wat beter, Bompa? Ja, dat zijn wel al 2 liters water binnen. Ja, ik zeg het eraan, dat is toch nog onze. Hoeveel flessen wijn zou we in de kelder uitgedronken hebben? Zeg, dat speelt nou toch geen rol, hè? We trouwen vandaag, hè? Binnen 20 minuten moeten we in de stad thuis en dat halen we nooit. Maar willen we dan met de voet gaan? Dat er na niemand ongedocht heeft om die taxis te bestellen. Stom ze Leo, nee, die zoekt een oplossing. Ik moet een witte kat hebben, hè. Ik zie niet van zijn hebben, hè. Nee, joh. Niet een zetlap hebben we al meer als genoeg, hè. Zeg, niet zet, wat is dat, hè? Al wanneer we er niet zet van, al hier een beetje melancholiek erbij hebben. Ik heb geen wijn gedronken, maar Chambertin. Chambertin, dat is... Le vin de roi, le roi de vin, dat weten we nou, joh. Serieus, heb ik je wel verteld dat Napoleon die mijnen naar Egypte? Ja, op de rug van Camille. Ah, dat weet ook dat dat Camille was. In Oostal hebben ze geen koeien, hè, meneer. Nou, zeg, zo'n kisten, hè, boven de rug van zo'n bier. Vader! Niet roepen, hè, Roger. Als ze er niet naar mag roepen... Dan zeg ik dat, hè. Nee, zeg. Oh, zeg, onze Leo die heeft zanenotten en Roger heeft de zanen, dat zijn al 8 plutsen. Zit de gewoon niet met de notte? Oh nee, anders stond hij hier heel de dag voor de deur. Nou, we komen dus 2 plutsen te kort, want we zijn meteen. Ja, luister is, dan moet de gewoon maar te voet gaan. Ja, die is op een eigen stoel, hè. Ga maar mee met een eigen notte aan moeten komen. Zeker van nee, dat is ons dochter zijn, hè. Maar dan pak de gollen een taxi, hè? Maar voor wat moeten wij ook zeggen en je altijd op kosten jagen? Voilà, het is genoeg, zeg je. Ah. Binnen de 5 minuten stond hij draaitaxis. Allee, zeg, dat is dan toch al iets, hè? Allee, wie raakt er naar mee mee? Ja, zeg, dat speelt me toch geen rol, hè? We mogen raken. Nee, niks van, hè? Zeg, dat moet op een ordentelijke manier gebeuren, hè? Allee, luister, kom. In de eerste taxi, ja, het broodspoor, hè? En dan in de tweede nota, ja, dus de getuige met Julia. En dan Bompa, en dan wat? In een derde nota. Zeg, ma, waar is mijn broer? Waar is onze Benny? Ja. Zeg, niet dat hem niet komt, oh, nee. Hij alweer? Nee, die komt er niet eens naar thuis. Waar is er al vroeg opgestaan en dat manneke was nog wat meuk. Maar meuk, zeg, dat ventje is 15 jaar. Ja, maar ook meuk, ze is toch in de leeftijd, hè? Die gasten moeten nogal wat afstuderen, zijn tegenwoordig. Ja, we krijgen hem niet wakker. Gaat hem toch roepen, hè, Albert? Ho! Draai 4 keer! Oh. Dan moet het toch eens naar die zijn oren laten zingen, hè? Hij zal op ons dan wachten op het stadhuis. Maar blijven die taxis nou toch? De Leo, jij toch nog maar juist gebeld? Zeg, wacht eens even, dan moet ik toch eens even naar het toilet zijn, want met al dat water, hè, dus... Wat is het nou? Wat dacht je dat je vandaag niet meer zou komen? Wat is er gebeurd? Ja, zeg, dat is te vuile motor liggen allemaal. Ja, maar de baas van de stad is al 2 keer komen kijken. Oh, ga maar naar binnen. Ja, hé, ze daar is het al, zeg. Als je dan een ceremonie ingestreed, hè, dan laat je dat allemaal uit. Hé, hey, dat ziet er keer. Zeg, met jou heb ik een eigen kapel als een manneke. Ik zie dat hier niet, hè. Heeder, je zei dat dan. Allee, zeg, we moeten dat een beetje organiseren, hè? Ja, kom. De broer van Sonja eerst en dan de avers en dan de getuigen. Ja, maar de avers. Eerst de avers en de brood, of dan even de brood. Kom, zeg, als de blik, dan is dat toch al eerder, hè? Kom, ons, hè? Ja, kom, ons, dan blik, zeg. Zeg, nou zou ik toch zeggen dat wij zijn moeten zijn, hè? Nou, niet, hè, Bonko. Normaal. Thank you.
van, hè. De ouders moeten daar plaatsnemen in de twee getuigen hier. Nee, dat is... Ik heb het nog gezegd. Zeg, dan moet ik toch eens even naar het toilet zijn, hè? Stil maar. Niettegenstaande de kleine vertraging wens ik u allen hartelijk welkom bij deze burgerlijke huwelijksplechtigheid, welke zal voltrokken worden door de heer burgemeester Kools. Heer burgemeester. Goedemorgen allemaal. Dag Bob. Allee, Bob, die kun je toch maar zo zoeken. Dag Charles. Dan gaan we nu over tot het voorlezen van de rechten en plichten van echtgenoten. Burgerlijk wetboek, boek 1, titel 5, hoofdstuk 6. De wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten. Artikel 212. De rechten, verplichtingen en verplichtingen van echtgenoten worden geregeld door de bepalingen van... Zijn wel een broeder van Sonja? Die van toepassing zijn door een klein beetje in boeg, dan weet u dat de machère tegen de schuiteraar... Zij worden bovendien geregeld door de bepalingen van betreffende verstelsel... Pas op, manneke. Dat heeft de Leie Hoeken gezegd, hè? Zeg, ik kan niet aan de schil. Is het een bompa niet goed? Jawel, jawel. Beetje de moze, denk ik. Excuseer, meneer, maar het toilet is te leeg. Leo Vleugels, wilt gij Sonja van Akker tot vrouw aannemen? Ja. Sonja van Akker, wilt gij Leo Vleugels tot man aannemen? Ja. In naam van de wet verklaar ik dat ge door de echt verbonden bent. Zo, beste bruidegom, mag ik u thans vragen of gij deze ring als bewijs van trouw bij uw bruid wilt aannemen? Dank je. Mag ik dan aan de bruid vragen dit symbolisch gebaar te willen stellen? Amai, ja, daar zitten mama en Ellen ook. Krijgt ze nog een zoontje van uw bruidegom? Ah ja, mijn burgemeester. Dat is al gedoond, zeg. Die kerk duurt er nogal wat langer, zo. Dat vind ik veel plezanter. Met die dingen, hè? Met die dingen, hè? Zeg, zeg. Dan zijn ze kwaad, hè. Een kwaad, hè. Of ze zeggen. Nou, begint wie ook. Zijn al bekend wie ook, hoor. Ja, ja. Naast verricht, hè. Wel, beste bruid en bruidegom. Of mag ik van vandaag af zeggen... meneer en mevrouw Vleugels, want zo gaan jullie vanaf vandaag door het leven. We hebben daarnet de rechten en plichten van de echtgenoten gehoord. Persoonlijk hecht ik daar niet zoveel belang aan. De enige wetgeving die geldt in het huwelijk is het leven zelf. En daar maken jullie zelf wel wat van. Laat me alvast door op uitdrukken dat de liefde echt en langdurig mogen zijn. En dat er geven en nemen zal zijn. Ik hoop dat jullie binnen 40 jaar, wanneer er een paar rimpels zichtbaar zullen zijn, nog steeds van elkaar zult houden. Ik hoop dat jullie een echtpaar zullen zijn die het heerlijke woord verdraagzaamheid oog in het vaandel zullen voeren. Tegenover elkaar, maar ook tegenover onze medeburgers. Bravo! 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 Waarom dacht ik al dat ik zo geen een neuvelijke voltrek? Is dat al afgelopen? Dan heb ik het schoenste gemist, Bob. Ja, juist gedaan. Oh, kom hier. Proficiat, hè? Dankjewel. In Velbrug, mevrouw. En u ook, meneer. Dank je. We hebben een cadeaukebouw dat altijd van het vast komt. Het is een plank voor vlees te snijden. Ze zetten een lijst liggen in een wijnwinkel. Kom, ik zal bij de andere cadeaukes liggen. Een vlees naar het plank, zo hebben we al draaien. De mensen waren toch niet verplicht van wijn te kopen, hè, Leo?
Kennen wij die mensen? Dat zijn kennissen van onze pa. Ja, dat is niet moeilijk. Oh, dat is ze. Hey. Proficiat. Dank je. Leo en Sonja, die hebben mij altijd bang gemaakt voor niks, hè. Oh ja, die spraken altijd over een drink. Want deze is potverdikker dan een echte recepse. Ze betalen alles zelf. Dat hadden ze toch niet moeten doen? Ja, dat is omdat de raars niks willen betalen, hè. Wat had er mee te maken? Amai, Albert! Dat is echte champagne. Oh, je kent mij, Pierre. Als ik een vier schuif, dan mag je dit kosten, hè. Gessel! Ik zeg, Stef. Oh, ik ken me wel, zei ik bij Leo, de winstrijers van de pa. Ja, dat is dat geloof. Dat zeker, natuurlijk. Ja. Ik ben weg, Stef. Proficiat, hè, man. Merci. En, ja, Sonja zal ik maar zeggen, zeker, hè. Proficiat, hè. ik heb een bekende uitmaak, zeg. Mooi, zeg. Ja, toch, je moet dat aan niet pakken, hè. Het is een klokradio. Bedankt. Ja. Nou, ik wil er dan niet aan verzieren, dus dan zeg ik, ja, maar... Wat pa die het eigenlijk beloofd dat ik het ooit moet zijn. Ik weet het, maar onze pa die is een beetje rap geweest. Ja. Die denkt altijd dat hem die dingen nog in maandplus moet regelen. Ja, zei, dat, ja, maar ik begrijp dat. Ik begrijp dat. Je moet er nou niet alleen. Ik wil zeggen, je moet er niet. Ja, onze pa die had dat beslist zonder om maaijes te komen vragen of dat wel. Ja, maar ik begrijp het. Hij zal hem misschien gedacht hebben om dat daar getogen is, maar zijn vermaning zijn dat alleen dat ik. Allee, mannen, dat is toch niet moeten doen, hè? Al die champagne, die was zeg. Zeg, heb je dan nogal twee kisten? Maar je hebt toch geen zus? Ja, ik zal van Angelia wel eens een glasje met je mee proeven. Je zal wel aankomen, zei de Marke. Ja, wie zei dat, hè? Zeg maar in de spiegel, naar mijn huis. Ja, zeg, ga maar naar mijn huis. Ah, jongens, pak maar, hè. Doe maar op dat kantoor zit, hè. En, Tjeng, hè? Ja. Dank u. Dat nog, ze net op de dokter gezet. En? Santé, hè? Santé. Nee, dat is vermaagd, punt, jongen. Nou, wel dan, Staf. Ik weet het, ik weet het. Mensen die erover blijven voelen, zie je vanavond, weet maar, dan zeg ik niet meer, jongen. Dan zeg ik niet meer. Sorry, Staf, maar zie die. Ik ben... Niks te sorry, was dat, hè? Maar ik had natuurlijk geen getoe geweest, dat spreekt vanzelf, hè, ja. Maar het is dat niet. Pardon. Alles in orde hier? Alles naar wens? Lukt de receptie? Ja, ze wouden absoluut trouwen, hè. Dan zouden ze zeggen dat ze moesten, maar dat is niet waar. Wat dat met jong Julia jouw man is? Waar staan ze? Ze vragen er zelf. De deeg met jouw man vernult. Luister, ik kende de bom van jou lang. Dat was een vroegere boer van mij. We zijn de enigste, hè. Op Pieldijs feestje wil ik een serieus een babbel met jou doen. Moesten al de mensen van de stad er zo over denken, dan worden er geen problemen meer. Hoe dat, hè? Oh, wat bedoel meteen van vrouwen, We zijn er hier op een feest, hè. Het is nou niet het moment om over problemen te zieveren, hè. Kom op, pak een pietje. Ja. Kom. Maar zoet, ik ben er niet voor met een tien getrapt, snel, hè. Ja, maar langer niet. Oh, ik ben een beetje verschoten, dat wel natuurlijk. Luister, Staf. Ik wil maar ook niet dat je ermee schuldgevoel is per hand loopt. En? Alles goed? Ja. Niet geloof. Want, ik zeg zo. Ah, wel. Oh, hier is het. Zeg, Marcus, kom. Neem het, hè. Zeg, er is genoeg, hè. Ongelooflijk, hè. Maar, Rit, moest ik er toch wel gezien geweest, hè, manneke? Kies toch 6 maanden. Ja, noem maar op. Pomerol, Margot, Château Neuf du Château Briand. Dingen zijn een. Gain-Saint-Jean. Ja, dat is geen probleem geweest. Staf, als ik er toch nog geweest. Ja, dat weet ik nou wel. Ik ben enige toegen, dus, na klokradio. Ja, Staf. Voilà, nou weet het zin. Ja, hoeveel paai over me beloofd. Ga wel niet zo gezegd. Alsjeblieft, vind ik lot maar eens gerust mee op een klokradio. Ik zeg, weet je wat? Neem hem mee, hè? Komt er even aan zijn anders mee, winkt hem op. En als hem afloopt, is het misschien tijd om doorgetogen te gaan spelen. Pot verdikken, zeg! En moet ik naar je het verkeerd gezegd? Hé, maar je mag ook een tijd nog niet gehad voor hoe ver te stellen.
Zeg, Sonjakke, nou heb ik toch al wel recepties meegemaakt, hè, in het lagerhuis. Zo, hè. Maar deze? Oh, knap, ze, hè. Knap. Zeg, dat moet allemaal nogal wat gekost hebben. Oh, trouw maar één keer, hè, Bompa. Oh. Roep niet taart, hè. Trouwens, dat je mij laat zitten, neem ik een ander lei ook, hè. Ja, dat wel. Zeg, laat staan. Dan moet je maar toch eens even beloven. Als het een jonger is, en het zal een jongen zijn, dan wordt het toch zo zitten, hè? Ik beloof het. Oh. Zeg, en dat er een masker is? Josiane. Oh. Schitterend feest, hè? Geweldig, hè, mannen? Ja, hè? Vooral als je het zelf niet moet betalen. Hé, mannen? Echte klopt, hè? Ik ga we zijn ook naar een klokradio niet. Wat beeft? Ah, wel een leio, hè. Je wilt ze een traalkeer doen, hè, Bertha? Och, is ze Bertha? Dank Bertha. Ik wil er één minuut met de babbelen en eens bolt hier dat af. En mijn taart nog niet voor langs Bertha daar te stellen. Hè. Oh, ga ze al zo'n beetje over zijn toren zijn om zijn leio, hè. Ik zal een keer schoenen hebben met mijn klokradio. Zeg, wilt hem die dat niet aan, hè? Ja, dat belang niet aan, hè. Waarom moet ik er dan mee gaan doen? Ja, ik heb brood, ze weet niet slecht. En twee zijn zelf stijgen. Maar joh. En wat je denkt, zijn jonge gasten. Oh, je toch al een laatste drinkje gehad. Van receptie naar Freda. Oh, moet ik ze nog eens langs sturen? Maar er is genoeg Freda hier, hè? Ik heb 46 dagen niet gegeten. Het is toch betold, hè? Smart. Maar anders moet je het weggooien. Zo stinkt het. Nee, je zet hem de Leo. Ik moet die klokradio niet hebben. Stap ze hier weg. Maar dan moet ik het morgen nog eens met jou maar hebben, hè? Ik ben moe, Leo. Ja, dat zal wel zijn, ik ook. Kom wel aan de roos. Zeg, dat is toch fantastisch, ja. Hè? Maar we moeten niet zingen, zinnen. Ik kom nog wel uit met Angel, zei. Ja. Ja. Oh, Julia komt voor een paar dagen bij mij logeren. Ja. Het is toch beter dat u een koppeltje die is de nacht in alleen is? Ja. Waar zijn wij niet alleen, hè? Ze gaan vergeten onze wijnproever, hè? De wijnproever die gaat vanavond bij zijn zoon logeren. Ja, jongen. We gaan thuis nog eten drinken, dat hè? Dat zeker, jongen, dat zeker. Of zal je leven een klokradio hebben? Wat een dag. Oh, wat een wijn. Meneer en madame Vleugels. Zeg, voelde jij nou veel verschil? Veel? Nee. Maar allee, doe toch iets. Zeg, Leo, je hebt het toch niet tegen een goesting gedaan, hè? Maar nee, natuurlijk niet. Leo, ik heb de Bompa beloofd dat Jos zal eten. Wie? Ons kindje? Ga ze goed gaan. Ga ze... Dat vind ik naar straf, zeg. Dat is... het dikke... Zullen we gaan naar kwaad? Kwaad? Ik vraag een echtscheiding aan. Oostuk lacht niet, hè. Die rechter die gaat mij gelijk geven. Tenzij dat hem ook zo ziet. Zullen jij echt kwaad? Kom ik dan, man. Dat is mijn ongeluk, hè. Ik kan nooit niet kwaad zijn, pa. Enfin, toch niet echt. Allee, bon, Claire. Als het een jongen is, dan eet hem Jos. Oh, maar niks tegen op een pa zeggen, hè. Nee, natuurlijk. Oh, weet je wat? We maken hem wijs dat hem Roger zal eten. Dan kunnen ze er nog weken over discussiëren. En als het een meisje is, dan eet ze Paula. Waarom naar Paula? Ah, dat was mijn eerste lief.
Taal de jongens in. Oh, voor mij speelt dat ook maar allemaal geen rol. Jos of Paula, jongen of meisje. Als alles maar goed verloopt. Maar ja, met de geboorte. Als het maar gezond gegroeid werd. Ja. En als het maar van ons allemaal heet, wat van A, wat van ma. Ja. Eet van A-babbers en eet van die van ma. Ja, ja. Nee, ik hoop alleen dat het niet oude paasen stemmen. Oh, en van de bompa, daar moet het zekerheid van hebben. Dat moet de gerust van zijn, dus zorg die jezelf wel. Zie, ik vraag me nagen af welke discussies er zullen zijn om het eens te mogen vasthouden. Zeg, dat toch raar, hè? Welk? Zo alleen thuis. Zeg, dat mag nou toch wel eens zeker, hè? Zit je al aan wakker? Ga uit de hoek? Of zit aan het slaapwandelen? Nee. Heeft Ambras gemokt met onze pa? Ambras? Met mijn pa? Ikke? Allee, kom Leo. Is er iets gebeurd? Nee, er is niks gebeurd. Dus. Allee, dat is nou curieus, hè? We zitten zo. Allee, zo een beetje gezellig te babbelen en. Ik niet zo bevalt me dat. Ik voelde me zo alleen. Ik moest naar hier komen. Stoem, hè? Ik kan al niet meer missen. Waar jou ook niet, bompa. Wie heeft er om een Chambertin gezeid, hè? Don't.